Wethouder Grete Visser introduceerde dinsdag op de Nijmeegse basisschool NSV 2 de Happy Hand Wash sticker. Die moet stimuleren dat kinderen vaak en lang hun handen wassen. Ja, het doel van de stickers is dat we allemaal alert moeten blijven om onze handen te blijven wassen, omdat dat superbelangrijk is voor corona, om het tegen te gaan. En op een school worden echt zoveel dingen aangeraakt en zo. En het is heel goed dat kinderen van jongs af aan een gewoonte ontwikkelen om de hele tijd handen te blijven wassen. De sticker is ontworpen door Sophie van Kempen. En dat is samen met een heel collectief aan ontwerpers. Die hebben allemaal hun creatieve ideeën samengebracht om te denken, hoe kunnen we nou stimuleren dat zo'n belangrijke coronamaatregel in onze hoofden blijft hangen. Die sticker die plak je dus in een wasbak. Als daar 20 seconden water op spat, dan komt er een heel leuk plaatje. En ik heb dat net mogen plakken, de eerste sticker. En allemaal hele kleine kinderen die dan zeggen, oh wat leuk, en mag ik ook mijn handen wassen. En dat is precies wat de bedoeling is, dat we met elkaar gewoon de hele tijd alert blijven om handhygiëne te hebben. De ontwikkeling van de sticker is mede mogelijk gemaakt door de subsidieregeling voor corona-cultuurprojecten van de gemeente Nijmegen.